Ik ben jarig! Blije meid! Die ik op United One Road ga verkopen. Met mijn lieve schatjes! Hallo, happy Monday! Het is weer tijd voor een nieuwe week en dus een nieuwe weekvlog. Ik ben nu lekker met Emma. Hallo! Een soort geïmproviseerde studio aan het bouwen, omdat we een heleboel items aan het fotograferen zijn. Die ik op United Wardrobe ga verkopen, waarschijnlijk de 26e van juni. Maar dat zal ik op Insta Stories nog wel aankondigen. Zoals ook dit supermooie jurkje en nog veel meer. Het is bloedheet. Dus zal wat jaren zweet in deze items zitten hierna. Nee, we zorgen er goed voor. Maar het is leuk wel om dit zo te doen. Ik vind het een leuk proces. Zoveel items die ik ook nog precies weet van de foto's. Dit had ik aan op mijn eerste vakantie met Jordy, geloof ik. Heel grappig. In Italië. Maar het is tijd voor een afscheidje. Wat? Hey babes, goedemorgen. Het is inmiddels al woensdag en ik heb bijna niet gevlogd de afgelopen 2 dagen. Ik ben echt een slechte vlogger af en toe. Maar dan ben ik zo druk bezig en dan lijken de weken zo erg op elkaar dat ik denk, ja, maandag weer op het kantoor. Dinsdag weer op de redactie aan het vlammen. Jullie weten het nu wel. Dus dan film ik het niet omdat ik denk, ja, wat boeit dat nou? Je weet het al. Dus ik ga mijn best doen om er toch een hele leuke weekvlog van te maken. Ik heb net een leuke afspraak gehad vanochtend. En ik ben morgen jarig, dus ik heb me alvast helemaal vrolijk aangekleed. Met mijn eigen schoentjes weer. En een nieuwe jurk van Guestus, waar ook een scrunchie bij zit. Zo leuk. Ik ben hier helemaal dol op. Ik kreeg hem opgestuurd van de PR in Nederland. En zij zei, deze jurk is helemaal jouw ding. Hier staat je naam op. Ik ga het naar je opsturen of je nou wil of niet. Ik ben natuurlijk helemaal blij mee. Ik ga het morgen ook aandoen op mijn verjaardag. Love it. Nu heb ik afgesproken met Valentina, een heel leuk meisje, vrouw, die een soort health coach is. Jazeker, jarig gaat gezond. Ik ga in ieder geval mijn best doen om wat beter voor mijn lichaam te zorgen, om me fitter te voelen en meer ritme te krijgen, gezonder te eten, meer energie te krijgen, een betere huid te krijgen, minder opgeblazen buik. Ik heb heel veel last van mijn buik de laatste tijd. Ook dat mensen op Insta vragen, ben je zwanger? Wat ik zo onbeschoft vind. En denk, ten eerste is het heel persoonlijk. Ik zou het nooit zo dan nu in een comment met je willen delen. Misschien lukt het wel helemaal niet, dan wil ik het heel graag. Of misschien heb ik gewoon last van mijn lichaam. Bedankt dat je me nog even bodyshamed. Zo'n gek iets dat mensen dat vragen en zoiets persoonlijks. Echt onaardig. Zij gaat me helpen met een soort bewegingen en voedingsplan. Wat ik dan natuurlijk nog zelf moet doen. Dus dat wordt wel een uitdaging. Maar we gaan het zien. Dit is een heel systeem waar ik uitleg krijg over insuline, glucose en dat soort superwoorden. Ik ben wel op kantoor waar Jessie ook is. Die een hele nieuwe look heeft. Zo leuk. Wil jij het laten zien? Durf je dit aan? Jessie is bij Charlotte geweest, mijn kapster, waar we ook een soort make-over knipbeurt van weggeven. En dit is het. Dit is wat er dan gebeurt. Super mooie haartjes. Mooie golven erin, mooie kleur. Oh, een kleurtje. En sinds ik de giveaway zag, dacht ik, oh, die moet ik ook echt. Ja, nee. Ja. Je bent helemaal geïnfluenced. Zeker, zeker. Ik ben nu even aan het wachten op wat eten dat ik heb besteld bij Venkel. Omdat ik nu na mijn lifecoach ding meteen een goed begin wil maken. En dan kan ik dat ook meenemen naar shownieuws wat ik straks heb. En hoef ik even geen tijd te besteden aan zelf iets te koken. Want dat gaat hem niet worden, denk ik, vandaag. Dus ik probeer heel slim te denken. Hoe ga ik vanaf nu alles voorbereiden en een beetje goed leven. Ik ben bij show. Ik had even een energiedipje. Maar cola lightje later en we gaan er weer voor. Mark, jij zit ook lekker te chillen, hè? Mark gaat bijna op vakantie. Dus ik het zo roze gaat aan mijn gezicht. Ja, hè? Heb jij dat ook? Dit is echt het moment dat ik ook echt helemaal sleepy word en ga gapen en zo. Dat ik denk, beter blijf ik hier niet in hangen. Ja. Dat, ja, is heel lekker. Ook aan je haar en zo. Ja. Nou, het ziet er allemaal weer mooi uit. Ik wilde het een beetje vervagen, maar Rak zei, dit is een avondmake-upje. Ja. Want je bent laat. Dus je laat het erop. Vind ik een goed argument. Rak ziet er ook heel sterk uit als ik laat. Rak, dit is Rak. Wij hebben zoveel samen al gewerkt voor het make-over programma. En dan was Rak echt mijn rots in de branding. Want dat was echt dagen van 18 uur of zo. En op een gegeven moment wilde je gewoon echt niet meer. En dan mocht je even weer in de visagie. En dan kwam Rak met die rare grappen. Ja, en haar lieve lachie. De show ging goed en ze hebben slingers opgehangen. En ik heb lekker flessen bubbels meegenomen. We hebben gezongen. Ik voel me nu al jarig en nog 20 minuten te gaan. Cheers! Cheers! Zo zie je het gewoon. Cheerio! Cheers! Danny! Leuk dat je ook zo hoog gaat praten van mij. Helemaal je blogger voice. Maar je doet altijd mee met gewoon hier bij Shonies. Hi, als je binnenkomt. Terwijl ik gewoon mijn ghetto pas verlies. Ja. Als ik in de baan zo binnenkom. Hi. Hey, nigger. Onthoud waar je bent. Oh, I know you like. I think I'm in love again, 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 again. Ik ben jarig. Ik ben net lekker uitgeslapen. Toen heeft Jordy super ontbijt voor mij gemaakt en cadeautjes en slingers en dat soort dingen. En nu gaan we op de fiets naar een verrassing. Iets. Ik ga dan altijd. Mag ik bij Jordy op de fiets? Woe! Niet links van de wereld. Ik heb lekker gewoon weer hetzelfde aan, want ik was blijven slapen bij jullie en het is mijn lievelingsnieuwe jurk. Dus ik dacht, fuck it, ik ben toch jarig. Ik doe dit lekker weer aan. Ik ben wel benieuwd waar we heen gaan. Naar de vuilnisbak zie ik. Yay! Mijn vlogcamera is net uitgevallen, de batterij. Ik ben echt slecht bezig. Maar wie er goed bezig is, is deze Boyfriend of the Year Awards. We beginnen mijn verjaardag met verrassing 1. Namelijk een super lekkere mega behandeling in de Rituals Spa. We krijgen zo meteen een nek, schouder, rug massage, gezichtsmassage. En dan krijg ik nog een gezichtsbehandeling met de Namaste lijn. Die ik zelf ook heb en heel lekker vind. Dus dit hebben ze weer top gedaan. En het ziet er hier zo mooi uit. Sorry voor de slechte iPhone beelden, jongens. De massage was super chill. En toen gingen we naar Wouters en Hendricks, waar ik iets uit mocht zoeken. Deel 2 van de verjaardag. Dus heb ik dit super mooie setje gekozen. Deze met een parel en deze met een veertje. Toen hebben we even alle olie en dat soort dingen van ons afgespoeld. En nu gaan we lekker naar buiten. Gaan we bij een meer liggen, snackjes eten, wijn drinken en even in een zonnetje. We zijn hier bij de Sloterplas. Ik ben net het water in geweest. Super lekker fris. Ik wil dat eigenlijk nooit, maar Jordy is altijd een groot fan. En dan doe ik het toch maar omdat ik gewoon ook stoer wil zijn. We hebben allemaal lekkere dingen ook meegenomen. Biertjes, karamelletjes, chips. Het is echt heel nice. Ik ben nu zon bij de scheepskameel en mijn huurder trekt er ook cadeaus bij. Oh, ze beginnen met een envelopje. Ik en papa zijn helemaal aan het twinnen met onze stippen. Wat Kirsten voor een lekker pakje aan heeft. Kirk, waar is dit van? Gannie. Oh, echt? Heb je het zelf in Vindigannie wat er gelegd? Dat vind ik aan dingen veranderd. Echt waar? Ja, ja. Een jongen was het. Mooi. Oh, lekker bordje rauwe vis. En wat eet jij, Twinny? Daar is hij weer. Papa heeft ook een lekker bordje. Je hebt lekker Masterchef zitten kijken, hè pap? Ja. Hey babes, het is nu vrijdag en ik voel me nog steeds heel jarig. Al denkt de wereld daar anders over, want het is nu aan het stortregenen en heel grijs en grauw. Dat bederft die feestsfeer toch wel een beetje. Maar we gaan gewoon door. Ik heb vanochtend even wat mails gedaan en nu ga ik lekker met Vivian eten bij de Vegan junkfoodbar. Daar hadden we het op Curaçao de hele tijd over en ik ben daar nog nooit geweest. Ik ben ook niet vegan, maar ik vind het wel heel leuk om te kijken wat zijn er voor opties die niet slecht zijn voor dieren of milieu. Waar je wel gewoon maximaal kan smullen. Dus dat. Ik heb ook nog niet gegeten, want ik dacht dan kan ik daar lekker los gaan. Wat ik aan heb vandaag is deze witte top van Topshop en deze vintage Levi's. Hij is eigenlijk te groot, dus ik vouw hem dan zeg maar aan de achterkant om. Nieuwe oorbelletjes. Love it. Er zijn een paar gaatjes dichtgegroeid, dus misschien ga ik die vandaag nog even open laten prikken. Ik heb wel zin om weer alles helemaal vol te gooien, lekker met heel veel oorbelletjes. Maar ik weet niet of mijn vaste jongen kan vandaag. En of ik zin heb om door de regen zoveel te ondernemen. En vanavond is mijn feestje. Ik dacht de hele tijd, ik ga niks doen. En toen heb ik dus super last minute besloten dat toch wel te doen. Dat gaat plaatsvinden bij Duke of Tokyo. Een nieuwe bar in de Reguliersdwarsstraat. En het lijkt echt alsof je gewoon in een Japans straatje loopt. Met van die neon signs en kleine huisjes en soort straatjes en van die tekens die helemaal oplichten en zo. Super cool. En dat zijn dan allemaal karaoke booths. En je kan natuurlijk gewoon drinken daar ook. Dus dat is heel leuk en daar heb ik heel veel zin in. En lekker met wat vrienden daar verzamelen. Super gezellig. Ook al een hele leuke jurk daarvoor. Ik ben met deze cutie. Wat is dit, Fief? Een paarse croissant met allemaal vegan stuff. Een soort hotdog, hè? Hotdog croissant. Lekker. En dit is kapsalonnetje. Kapsalonnetje, zeg je ook. Zo lekker. Jezus Christus, hé. Wow. Blije meid. Ik ben lekker thuis en me aan het klaarmaken voor mijn verjaardagsfeestje. Ik ben nu met dit palet in de weer. Ik heb eigenlijk wel heel erg zin in wat nieuwe oogschaduwproducten. Dus ik ga binnenkort even dat Anastasia palet hinten dat ik van Anne had gebruikt laatst toen we in Aruba waren. Ik zei trouwens eerder vandaag Curaçao, maar ik bedoelde dus Aruba. Wat ik nu aan het doen ben is met deze middelste bruine tint naast die oranje een soort subtiel lijntje zetten. Kijken of ik het jullie kan laten zien. Dan ga ik gewoon langs de wimperrand. Het geeft al wel een soort brons effect. En dan ga ik hem verder opbouwen. Dus dat was deze. En nu ga ik met deze en deze een beetje in de crease zitten. Een beetje oplichten. Nu ga ik met een donkerpaarse kleur nog even het lijntje wat meer aanzetten en een beetje onder de ogen. En dan ga ik nog met een koperkleurig potloodje met wat glans in de binnenste ooghoek. Binnenste ooghoek, ik bedoel natuurlijk de waterlijn. Dat geeft wel een heel mooi effect. Want het is niet zo donker als een zwart lijntje, maar het maakt wel dat je ogen er nog iets meer uitpoppen. Geef me mijn wimpers krullen. Ik heb dus wel eens gelezen dat je ze moet krullen en dan langzaam zo, als het ware, je houdt hem vast en dan ga je een beetje naar boven. Dat hij dan het uiteinde heel mooi krult. Dus dat doe ik dan maar. En een mascaraatje. Het is echt niet makkelijk om je camera vast te houden en je op te maken. Ik ben mijn standaardje even vergeten bij Jordy. Dus dit is een nogal medium tutorial kwaliteit. Neem het me niet kwalijk. Heerlijk om zo de tijd te nemen om je op te maken. Ik vind altijd zo fijn. Voordat je op pad gaat. Dat je gewoon een half uur lekker gaat tutten en dat soort dingen. Dus ik ga hem even omkleden. En dan laat ik jullie mijn jurk zien. De jurk. En deze schoenen heb ik erbij aan. Die echt levensgevaarlijk zijn. Super hoog. Maar ik vond ze er wel heel leuk bij. Love it! Dit heeft een soort, ja, hoe noem je dit? Scallop detail. En hier een cut-out. En dan een soort split aan de achterkant. Ik ben lekker in Roos's kantina, maar ze weet het niet meer. Volgens mij Roos's by Self. Met mijn lieve schatjes. Lena. We zijn alvast even dit feest aan het inluiden met super lekker Mexicaans eten. Dat is net gekomen. Het ziet er iets frituurder en kaasiger uit dan ik in mijn fantasie had. Maar mogen jullie al niet meer eten? Lena en ik zitten nu bij dezelfde health coach, dus ik hoop niet dat ze mijn vlogs kijkt. Daar hou ik het bij. Heel veel vis, heel veel groenten. Oh, wat lekker. Tacos, kipjes. Great idea, I'll take this one out of the way. Ceviche, groenten. One happy girl. Dat is echt serieus, hè? Wow. Zijn jullie bij Duke of Tokyo? What? En het is zo vet hier. Echt alsof jullie het is uitgelopen. Het is niet normaal. Die styling, ik weet niet wie dit gaan, is echt fucking vet. Ja. Love it. Kijk hoe leuk. Echt alsof je een straatje inloopt. En dit zijn dus allemaal karaoke booths achter deze deuren. Dat is toch fantastisch. Chris is ook gearriveerd en hij heeft een mega cadeau voor me. Ik heb al jaren niet zo'n groot cadeau uitgepakt, geloof ik. Even hier neerzetten. Wat zou het zijn? Een auto. Het ziet er fantastisch uit nu al. Chris heeft allemaal hippe meisjes dingen gekocht. Oh ja? Wie hebben we daar? Wat? Ik heb best wel wat ingezet. Yay! Yay! Doe jij ook dansbewegingen erbij? After party, after the party. Liking this American boy, American boy. I love to see like a movie star. Oh, Maria, Maria. She will love it, LA. Goedemorgen. Het was echt een topavond. Nu zitten we lekker bij Naresh. Koffie te drinken, uit te brakken, gaan tosti's eten, lekker brood lezen. Echt mijn lievelingsweekend. Love it. Wat als baseline. Zwemmen? Het is net te koud, denk ik. Nee. Ik heb trouwens weer een heel interessante samenraapsel van kleren aan. Ik leef nog steeds uit mijn Ibiza-koffer. Waarmee gaan we doen? Ga je dit zien? Het is een streepshirtje en een groene tafel. Heeft ze aan. Ik heb nu een spijkerrokje aan en een strepentrui van Jordy. Eigenlijk is dit ook wel een leuk experiment hoe lang je met één vakantiekoffer inhoud kan doen. Want deze koffer ligt nu al 2 weken bij Jordy en elke keer kan ik er weer wat nieuws van maken. Dus je hebt eigenlijk niet zoveel kleding nodig, bedoel je? Ja. Dus mensen moeten minder kleding kopen? Ja. Top. Einde bericht. Dag. Risotje, broodje pulled pork. Heerlijk stukje staan. Nog een fantastisch stukje staan. Ho. 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 Dit is wat ik vandaag aan heb. Een lekker strepen truitje van Jordy en een spijkerbroekje. En Chanel weer even. We zijn lekker even naar het park gekrost en hebben Surinaams eten gehaald bij Spang Candra. Die zit er al sinds de jaren 70, is zo leuk. Heel lekker is het. Gras, Jordy heeft super hengel. We hebben roti en nasi met rendang. Hier zit te grazen. De nasi en daarna de rendang met een beetje groentje. Het is weer tijd voor een nieuwe week, dus ik ga bij deze even de vlog afsluiten. Super bedankt voor al jullie lieve verjaardagsberichten. Echt heel leuk om het een beetje samen te vieren. En als je nou zin hebt om de volgende vlog ook zeker te zien, vergeet dan niet je te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik je snel weer.